boodschappen doen op zaterdagochtend. Een bekende Nederlandse traditie. Maar op zo'n afgeladen parkeerterrein zit er ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. En ook al hebben we de auto met geen vinger aangeraakt, Bananensplit is wel zo eerlijk om de eigenaar te informeren met een briefje. Het voertuig wordt grondig geïnspecteerd. Maar die deuk is ver te zoeken. Zelfs de hulptroepen kunnen niet vinden waar de schade zich bevindt. Ze turen de lak er vanaf, maar geen schrammetje te zien. Tijd om het telefoonnummer op het briefje maar eens te bellen. U bent verbonden met het antwoordapparaat van Frans Bauer. Ik heb voor u een speciale boodschap. U zit in Bananensplit. Er is niets aan de hand met uw auto. Ik wil u bedanken voor uw medewerking. Ik hoop dat u niet echt bent geschrokken en wens u nog een fijne reis. Wat was er? Bananensplit. Je Bananensplit? Oh ja, bij natuurlijk. Niet. Daar zitten de camera's. Daar. Helemaal top. Hij is goed gelukt. Ik heb hem een witte gegeven en ik heb een witte achterin. Ik heb zo wat gelachen. Goedenavond en welkom bij Bananensplit. Ik ben hier in Breda in het prachtige CC-theater. Waar Sander de Busier vanavond een prachtige show gaat geven. Hij is druk aan het repeteren. Maar goed, ik hoop dat mijn auto in ieder geval veilig staat. Want in 2013 veroorzaakte Sander met een vriend een aanrijding met een oldtimer. Ze besloten er allebei niks over te zeggen. Dus ja, Bananensplit kennende, we hebben de waarheid achterhaald. Kijk er maar. In dit restaurant in het Belgische Vilvoorde wacht de Franse zakenman en filmgigant Daniel op Xander en zijn vriend Ronald. Hij is een topproducer in Frankrijk en Xander kan via hem een hele grote worden. Hij is met een bijzondere Franse auto gekomen, namelijk een Peugeot 404 Klassiek uit 1965. En jij denkt dat je niet in de bocht houdt, dan kan La voiture de mon père. Het begint ook Sander te dagen. Il m'a redonné la voiture. Bon, faut que j'aille voir là. Vous me donnez deux minutes. Je vais chercher les papiers. Daniel gaat het contract halen uit zijn Peugeot 404 uit 1965. Xander wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Xander, die gaat dan niet weten. Xander, het is niet zoveel aan. Voor hetzelfde geld ziet het niet. Hij ziet dan niet in zijn auto. Nee, ik ga dan niet. Xander, je moet niet zeggen. Ik ga mijn job kwijtgaan. Ik ga zoet worden. Ik ben hier op van de zenuw. Ja, weet ik, maar doe even rustig. Ik sta hier te beven. Nee, maar je moet dan stil zijn. Hij ziet het niet. Hij ziet het niet. Hij ziet het niet.
Daniel gaat nog even op onderzoek uit en krijgt de bananensplit tip over de verdachte Hummer. Ik mag daar niet meer rijden. Ik mag met die motto niet rijden. Ik mag niet rijden met die motto met die Hummer. Maar luister. William mag gek, want niet zien. Luister. Je moet nu het zeggen. Oh jee, Daniel belt het nummer van de Hummer. We lopen nu heen en pakken hem over. Ja. Ronnie, je moet het doen. Je moet het doen. Je moet het doen. Ik ga alles weg hoor, Ronnie. Xander zal het wel even regelen. Hij neemt de telefoon over en krijgt de eigenaar van de Hummer aan de lijn. Kijk, als dat gebeurt, dan is Ronald gewoon lul. Ja, jij natuurlijk, want jij belt mij. Dus voor mij ben jij de chauffeur natuurlijk, hè? Ja, ik ben helemaal niet de chauffeur. Xander zit in het nauw en spreekt vriend Ronald duchtig toe. Je moet het nu nemen. Nee, pak het, zeg het iets. Want ik kan dat nu niet nemen, dan ben ik de kik. Een bananensplit. Sander? Hey. Hey jongen. Hey jongen. Hoe is het? Ja, heel goed met jou. Ja, super. Alles goed? Ja, heel leuk vooral. Wat hadden we jou te pakken, hè, in die grap? Nou ja, heel erg, ja. En wat een gewetensconflict had je. Ja, nou ja, ik dacht, dit kunnen we niet maken om dan gewoon weg te rijden. Maar ja, hij reed, dus we konden niks doen. Dus hij knalt gewoon die Hummer twee bochten door. Ik zeg, stop nou. Maar ja, ik heb zo ongelooflijk op een rare manier genoten. Want ik moest zo hard lachen. Ik dacht alleen maar, ah oh joh, dit, dat maakt niet uit. Dat gaat sowieso niet meer door. Dat ik een enorme ster ga worden in Frankrijk. Maar we hebben weer een mooi verhaal. Dat is het zeker. Hey, maar je bent hier een prachtige chaussee. Vanavond je show hierboven. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is een theatertour eigenlijk met een concept. Sander Omarmd heet het. Mensen konden brieven sturen met hun persoonlijke vriendschapsverhaal. En zo iemand verrassen. Ja, dus ze schrijven een brief voor een vriend of een vriendin. Om diegene in het zonnetje te zetten of te steunen. Hart onder de riem te steken. Mm-hmm. En dat koppelen we dan aan een liedje. Dus eerst hebben we dan een gesprekje. En dan komt dat liedje wat ik daarna op aanvraag van hun ook ga spelen. Een beetje meer tot leven. Dus oh, dat, leuk. Hey, en die grap van vanavond die jij bedacht. Heeft dat een beetje te maken met wat je ziet? Het zou zomaar kunnen. Ja, we hebben veel brieven gehad, maar van mensen die ik niet ken, maar ook van een hele hoop fans die wel eens een beetje rare fratsen kunnen uithalen. Ja. Nou, hey, ik ga vast naar het podium en dan zie ik je zo erboven. Dat is oké. Okay. Ben benieuwd, jongen. Het perfecte boeket voor de mooiste dag van je leven. Daar mag natuurlijk niks mis mee gaan. En dat vindt bezorger Stefan ook. Maar het gaat allemaal wat anders met bananensplit in je bestelbus. Maar we hebben wel een beetje haast, want er zit een man en een vrouw te wachten, bruid en bruidegom. Dat zijn bruidsboeketjes. Kijk, we hebben een lijstje voor vandaag. Ja? We hebben in ieder geval 9 adressen. Het kan zijn dat er straks nog 1 of 2 bijkomen. Maar het gaat eerst even om die eerste 2. Die moeten snel weg. Daarna kom je terug. Kijk, dat is op. Ah ja, dat zie je daar. Kijk, zet je ze daarin. Ja, hartstikke goed. Ja, rechtop, hè? Dat is, ja, kijk, precies, ja, dat blijft hij precies staan, zie je? En als je dan snel dat aflevert, dan kom je weer bij me terug. Oké, okay, dan ga ik verzorgen. Mooi, man. Hey, tot zo. Zit een tom-tom in, je weet hoe dat werkt, hè? Ik weet hoe dat werkt. Hartstikke goed, man. Succes, hè? Een rood en een wit boeket afleveren. Eitje toch? De tom-tom is ingesteld en onze bezorger gaat op weg naar het eerste adres. Niet wetend wat hem allemaal nog te wachten staat. En dit is het eerste adres waar bruidegom Tim al op het witte boeket staat te wachten. Hey. Ik zag je aankomen rijden. Alsjeblieft. Perfect. Dankjewel. Hoi. Gelukt. Maar wij zorgen ervoor dat het rode boeket nooit aan zal komen.
Niets vermoedend komt Stefan bij het tweede adres aan en wil het rode boeket gaan pakken. Kijk maar goed rond. Dat rode boeket is er ook op gegaan. Dan toch maar het gele boeket afleveren? Hi. Alsjeblieft. Oh, ik had rood besteld. Wel? Ja. Dus het... Dan ben ik over een kwartiertje. Ja, alsjeblieft. Wel opschieten, want ik moet... Ja, dankjewel. Verbaasd neemt hij het gele boeket maar weer mee. Kan niet. Hij besluit baas Dick maar eens te bellen. En nee, Stefan, op de achterbank ligt het ook niet. Hallo, met Dick. De klant had rood besteld en ik heb een geel hier. Wat heb jij? Jij hebt nu daar een afgeleverd, een... Bij de eerste heb ik een witte afgeleverd. Ja, dat moest ook, hè? Ja, precies. En bij de tweede heb ik nog een gele over en die hoort een rode te krijgen. En jij hebt afgegeven... Geel, oranje. Heb ik nu nog een geel, ja, die heb ik nog in de auto nu. Ze willen een rode. Nou, daar snap ik niks van. Ja, die rode, die staat hier. Nee, dan moet je toch even terugkomen, want dan gaat er iets mis. Ja, precies. Ik ga niet helemaal hoe dat kan, maar ik ben onderweg. Ja, oké, goed jongen, oké. Weer aangekomen bij Dick, waar het rode boeket dus nog op hem staat te wachten. Hé, hey, ik heb geen idee hoe aan. Hoe kan dat nou? Nou, pak snel die andere dan. Ja, wacht even. Hallo, met Dick. Hey, met Tim. Ik heb bloemen bij jullie buur laten bezorgen. Ja, dat klopt. Maar de verkeerde kleur is bezorgd. De verkeerde kleur is bezorgd? Ja. Maar wat voor kleur, hoe bedoelt u verkeerde kleur? Wat voor kleur heeft u dan? Ik heb oranje bloemen gekregen, maar we hebben witte besteld. Oranje? Ja. Ik geef het even de bezorger. Hij zegt dat het verkeerde pakket is. Goeiedag, meneer. Ik ben net bij u geweest. Oké, welke kleur moest het zijn? We hadden witte besteld, maar ik heb oranje gekregen. Oké, dan gaan we daarvoor zorgen. Dan ben ik over 20 minuten bij. Ja, heel graag. Heel fijn. Oké, tot zo. Joe, oké, hoi. Wat is er? Je hebt waarschijnlijk die gele en de oranje meegenomen. En je moet deze meenemen. Precies. Verdorie. Ik begrijp niet helemaal hoe dat... Nou, ik begrijp het ook niet, maar ik weet wel dat ze dat moeten hebben. Precies. Dus nou, oké, ja. Hij denkt nu dat hij het witte boeket ook niet goed heeft bezorgd. En gaat opnieuw op pad met een rood en een wit boeket. Opnieuw is hij aangekomen bij Tim om het witte boeket af te leveren. Ik hou u mee op. Wat is? Ik weet zeker dat ik een wit in de auto heb gedaan. Er ligt weer een oranje in. Een oranje? Ja, maar ik heb echt een witte nodig. Ik heb over 10 minuten mijn taxi en die moet echt, dat heb ik wel echt nodig. Ja, ik weet het. Excuses. Ik ga nu mijn gene bellen. Ja, jezus, dit is wel echt heel irritant. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Ja. Heeft u die maat? Ja, maar ik moet wel die witte echt hebben, jongen, want het schiet... Ja. Anders gaat het echt niet goed. Ik heb echt die witte nodig. Echt, ja, sorry, maar wel snel. Ja. Ik hou het gas ingedrukt. Ja. Het gas ingedrukt en met een bus vol oranje boeketten gaat hij weer terug. Al die kleuren blijven door je hoofd spoken. Ik heb hem een witte gegeven en ik heb een witte achterin. Anders kan ik me dat toch niet zo herinneren. Dick is inmiddels wat minder blij. Jezus, Stefan, wat is dat nou, man? Ik word helemaal plat gebeld. Ik heb geen... Die had je moeten hebben. Ja, ik heb geen rode meer. Die zijn uit de auto gegaan. Wat is dit dan? Dit is een rood boeket, toch? Ja, dat is een rood boeket. Godsamme, jongen.
Dit kan ik nou echt niet hebben hoor, op zo'n dag als vandaag. Ik loop al zo te klungelen. Rood, oranje, wit, alle kleuren gaan mee. Dan moet het toch een keer goed gaan. Voor de zoveelste keer op weg naar Tim. En Warempel, hij heeft het goede boeket bij zich. Eindelijk is hij van dat witte boeket af. Heb je hem? Ja, perfect. Hé, hey, dankjewel. Heel erg dank. Ja, hoi. En dan nu nog het rode boeket. Waar onze bruid al zo lang op aan het wachten is, dat ze bang is dat het al droogbloemen zijn geworden. En dan ineens een ingeving. Even stoppen en checken of het rode boeket er nog wel is. Zo, die nemen ze hem niet meer af. Op naar de bruid. Tijd om Stefan eens even te bellen. Hallo? Met Stefan. Ja, hey Stefan, met Frans Bauer. Hey, ik heb hier een aantal bosjes bloemen, maar ik weet ook niet welke kleur ik nou weg moet brengen. Maar die zitten bij Damesplit. Dat kan ook niet anders. Dus als ik jou was, zou ik me stoppen met bezorgen. Kom maar lekker terug. Ja. Oké, okay, tot zo. Arm jong. Moet je eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer welke kleuren we nou hadden. Hey jongen, welkom in Bananensplit, hè? Ja, dankjewel. Je zit er de hele tijd al in. Ja, ik voel me ook behoorlijk bezig. Hey, maar vertel, de grap, wat heb je bedacht? Ja, ik speel altijd met vrienden in de band. Maar mijn beste vriend, waar ik al heel lang ook mee speel, Stefan, de toetsenist. Ja, ja. Ja, die wil ik heel graag een keer in de maling nemen. Hij is half Grieks. Af en toe kan hij een heel kort lontje hebben. Maar hij heeft vooral system overload, heel snel. En dan ziet hij niets meer om zich heen. En daar kunnen we natuurlijk heerlijk gebruik van maken. Dus eigenlijk, we hebben elk theaterprogramma in een soundcheck. Hè? Dan oefenen we even hoe het geluid is. Dan komt er iemand die vaak ook komt repeteren, omdat elke zo iemand meezingt. Okay. En nu hebben we dus iemand gevonden die komt meezingen. Met een behoorlijk grote voorgevel. Want daar houdt hij heel erg van. Altijd als er iemand door de jaren heen op de eerste rij zit nogal een flink bos hout voor de deur, dan zegt hij Toetje Ronson! En dan roept hij naar me. En daar en dan, ja, ik heb er in het bijzonder niet heel veel mee. Dus, maar ik weet dat hij dan al afgeleid is. En dan gaat hij niet meer merken dat het een grap is. Dus dat is een beetje het begin van een grap. Ja, we maken er iets tops van. Ja, we gaan ervoor. Ja, dat gaat lukken, weet je zeker. Ja, ik wacht op totdat die ene er is. Sander en zijn muzikanten zijn in spannende afwachting van Cindy, die vandaag een lied voor toetsenist Stefan komt zingen in de show. Alleen, hij weet nog van niks. Hey, hallo. Hoi. 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 Sander. Ik heb hier gemaakt. Ja, sorry, we hebben een beetje haast. Oh, want, ja. Want, ja. Nou, de informatie van Sander klopt. Oh nee, dat is prima. Is oké? Okay? Ja, ja? Okay. Ja, ik heb een hele mooie brief gekregen van jou. Je wil het speciaal voor iemand spelen. Maar het heet Weiße Rose aus Autain. Het is toch van Nana Mouskouri? Ja, 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 dus je kent het. Ja, Weiße Rose. Ja. Maar ja, ik weet niet precies, ik weet het. Waar ze rozen van Weiße rozen aus Athene. Ja, okay. Mag ik even, sorry hoor. Ik heb ook een heel leuk Grieks outfitje wat erbij past. Heb ik een reden voor. Mag ik even? Alsjeblieft. Ja, en echt super heel leuk. Nou ja, nou ja, ik ga echt serieus, even heel snel. Ja? Oké. Okay. Eén momentje. Is goed. Ze doet er alles aan om Stefan te imponeren. Zelfs een Griekse outfit komt uit de kast. Maar, ja, maar zij heeft een brief voor jou geschreven, hè? Ja, maar ik ken haar volgens mij. Ja, oh,
Volgens mij is dat zo'n... Zij was vroeger bij Volumia ook wel, maar... Zij heeft van die straatverboden gehad ook voor artiesten. Ze gaat elke keer van de ene naar de andere artiest. En ik kan me herinneren dat ze, volgens mij heeft zij ook een keer met HP uit Volumia... Ze heeft voor jou geschreven. Ja, Stefan, ze heeft voor jou geschreven. Sander toont het bewijs. Ik heb namelijk al jaren een oogje op je toetsen. Hij doet altijd zo leuk op het podium. Ik las dat hij half Grieks is. Ik heb hem... Waar is Roos van? Luister, weet je wat we moeten doen? Want we kunnen hier heel hard... Niet goed. Nee, maar luister nou even. Rick komt ze terug, maar ga even staan. Want dat ze niet lijp wordt. Het is echt een lijper. Hou je even... Oh! Wow. Daar komt Cindy. Of Nana. Zo. We gaan de teksten weer doen. Ja. Kijk hoor. Komt helemaal goed. Sorry, ik moet even opwarmen. Sorry hoor. Ik ben ook een beetje vals begonnen, merkte ik. Vals? Ja, daar is Stefan nog niet opgevallen. Maar je moet gewoon even rustig doen. Oh, trouwens, ik heb hem ook in de Nederlands tekst. Speciaal, even kijken hoor. Ik heb nu de Duitse... Oh, ja, dat is verkeerd. Ik moet de Nederlandse. Nee, die heb ik ook niet bij me. Die heb ik in mijn rugzak. Wacht, één momentje. En dan heeft Sander nu de kans om van haar af te komen. Ik weet, ja, maar kan jij niet even tegen te zeggen dat het vanavond gewoon niet kan, dat dit niet kan, dat we het niet redden, gewoon. Dat ze misschien een andere keer mag komen, maar niet nu, omdat we het niet redden, het is te laat, het is niet goed. Kijk, jij kan het beter dan ik. Ja, Stefan, Cindy? Nu moet jij haar gaan teleurstellen. Ik moet zo een interview doen, dus ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer. Ik moet al bijna, of niet? Ja, ik kom eraan. Ik moet gaan, want okay. Stef, doe jij het even, of niet? Ja. Oké, maar mag ik nog één coupletje doen in het Nederlands, hè? Ja. Ja, ik kom dan maar, Tom. Ja. Dan zing ik het echt voor jou nu, met gevoel. De dag. Ik kan jou niet verbieden. En weer zeg jij, geen afscheid voor ons twee. Hoe vind je het nu? Een beetje zo tot nu toe? Ja, ja? Het is wel oké. Hij is zo in de war dat hij niks durft te zeggen. Oké. We hebben hem doorgenomen. I don't know, man. maar is het goed of niet? Ja, is het muzikaal? Okay, ja. Is het muzikaal top? Ja, dat gaat goed. Nou, ik vind het lekker klinken. Het gaat goed. Ik vind het perfect. Ja, ik vind het mooi klinken. Ja. Ik vind het echt bananensplit waardig. Ja, ik vind het goed. Wijze roze oude saté. Nou, hier zit een bananensplit, jongens. Ja, dat klinkt wel goed. Ik denk, ja, weet ik wel, wat moet ik dan zeggen? Ik heb zo hard gelachen. Hij klapte helemaal dicht. Ik heb hem nog nooit zo stil gezien. En ik moest zo hard lachen achter de scherm. Wij stonden samen natuurlijk door die gordijnen. Het was fantastisch. Ik heb zelden een pianist zo stil gezien. Nee, maar hij is namelijk altijd super kritisch. En hij zegt altijd, ik vind het helemaal niks. En ik zei nog tegen hem van, het moet niet doorgaan vanavond. En hij keek me aan en hij zei zo van ja. En ik kwam terug en hij zegt, nee, het klonk best goed. Hey Sander, ik vond het fantastisch.
Dankjewel. Onvergeten. Voor je medewerking. Ja, heel graag gedaan. En wij zijn natuurlijk volgende week weer. Dus allemaal weer kijken naar Bananensplit. Tot dan. Sorry. Maar hier heb je... Ik mis bijna in mijn broek. Ja, dat is waar. Dan gaat je al voor dat rijden. Oké. Even. Thuis bij Avrotros.